Waar we in de vorige video hebben gezien dat Europa verdeeld raakte in twee invloedssferen, waar, waar de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie uh, hun invloed probeerden te laten gelden, zullen we nu zien dat dat voor Duitsland specifiek ook nog een keer geldt. Duitsland raakt verdeeld in twee Duitslanden. En dat, daar heeft de blokkade van Berlijn van alles mee te maken. En daar heeft de Koude Oorlog ook weer van alles mee te maken. En we zagen al eerder dat Duitsland verdeeld was door de geallieerden in vier bezettingszones. Dat ze hadden afgesproken om uh, op economisch gebied samen te werken, maar dat ze daar niet echt uitkwamen hoe dat dan moest. Want ze dachten allebei anders over de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Dachten allebei anders over hoe de toekomst van Duitsland en Europa eruit zou moeten zien. En uiteindelijk leidt dat ertoe dat in de westerse bezettingszones er in 1948 een nieuwe munt wordt ingevoerd. Als de Sovjet-Unie niet mee wil doen, dan doen we het gewoon zonder ze. Dat was eigenlijk de gedachte erachter. Nee, dat vonden de Sovjet-Unie dus niks. En wat deden zij? Zij blokkeerden Berlijn. Want Berlijn, dat was ook verdeeld in vier bezettingszones. Dus er hadden de Amerikanen, de Fransen en de Britten ook een deel van in handen. Maar dat lag wel helemaal... In die Russische bezettingszones. En er waren eigenlijk drie grote toegangswegen vanuit het westen uh, naar West-Berlijn toe. He, vanuit het noorden, vanuit het westen en vanuit het zuiden. En die werden door uh, de Russen afgesloten. Je kon niet meer over land vanuit uh, West, het westen van Duitsland in West-Berlijn komen. Nou, de reactie van de Westerse geallieerden uh, was om uh, mee te gaan in eigenlijk dat spelletje uh, bluffpoker, zou je kunnen zeggen. Want die overblufte de Sovjet-Unie, die overblufte Stalin uh, met zijn afsluiting. Want die besloten dus: oké, okay, als we niet meer over land kunnen komen, dan gaan we wel via de lucht uh, producten en dergelijke brengen. En dan, dan beginnen we dus een soort luchtbrug. En uh, bijna negen maanden lang gingen er 24 uur per dag uh, vliegtuigen met allerlei levensmiddelen, met allerlei goederen. Vanuit West-Duitsland naar uh, West-Berlijn toe. En zo wilden de westerse geallieerden voorkomen dat West-Berlijn ook in handen van Stalin zou vallen en dat Stalin vooral zijn blokkade van de toegangswegen op zou heffen. Nee, uiteindelijk geeft Stalin ook toe, geeft de Sovjet-Unie ook toe. De, de blokkade wordt opgeheven en uh, uiteindelijk leidt dat ertoe dat Duitsland verdeeld raakt. Want het was nu wel duidelijk geworden dat uh, ze er nooit samen uit zouden komen. En die blokkade van Berlijn uh, zorgt dus voor dat de kaart van Duitsland er uiteindelijk zo uit zal gaan zien. Dat zijn voor twee Duitslanden. Aan de ene kant in het westen heb je de Bondsrepubliek Duitsland, de BRD. Dat zijn de voormalige westelijke bezettingszones... En uh, het westen van Berlijn. En uh, dat wordt een parlementaire democratie. En in het oosten de Russische bezettingszone, de Sovjet-bezettingszone. Dat wordt de Duitse Democratische Republiek, de DDR. Nou, dat is dus heel het oosten van Duitsland, behalve dan dus West-Berlijn. Ja, en dat wordt wat de Russen een zogenaamde volksdemocratie noemen. He, dus in theorie is bij het communisme juist uh, het volk aan de macht, want iedereen is gelijk, maar ligt de macht echt bij, uh, ja, bij het gewone volk. En uh, in de praktijk was het wat anders, want er was uh, geen democratie, want er was maar één partij toegestaan, de communistische partij. En die stond ook nog eens onder streng toezicht van de communistische partij van de Sovjet-Unie. Maar goed, 1949, belangrijk jaar in de Duitse geschiedenis, want Duitsland raakt verdeeld in West- en in Oost-Duitsland.